Zo, goedemiddag allemaal. Welkom bij dit webinar over het gebruik van het ziektemanagement van Dacom. Op dit moment maakt u gebruik van de actie van Dacom om een maand lang het ziektemanagement gratis uit te testen op uw bedrijf. En vanmiddag dan willen we dat even bij langslopen. En dan behandelen we hoe het systeem als het ware onder de motorkap werkt. Dat u ook de logica wat u ziet van hoe het wel of niet reageert op verschillende omstandigheden. Wat ons systeem bijzonder maakt ten opzichte van andere systemen. En vooral ook hoe u het dagelijks kunt gebruiken. Mijn naam is Wiert Wiertsema. We gaan van start. Voor dit webinar staat uw microfoon en camera uit. Op zich is de groep beperkt, maar als u vragen hebt, dan kunnen die in de chatfunctie stellen. En dan proberen we dat direct te behandelen. Verder wordt het opgenomen, dus u kunt ook later het webinar nog eens terugkijken. Wat we bij langslopen is een inleiding in hoe ons systeem werkt. En vervolgens het dagelijks gebruik waar u aan moet denken. Het jaaradvies, dat is een optie om terug te kijken hoe het seizoen verlopen is. En nog een aantal praktische tips. Goed. Het ziektemanagement van Dacom, dat is een model waarmee uitgerekend wordt wanneer zijn de omstandigheden gevaarlijk qua schimmelziektes. En zou een bespuiting nodig zijn. Dus het resultaat is dat u advies krijgt van wanneer en met wat voor type fungicide is een bespuiting nodig. Hoe dat in wat meer detail zit. Het model dat werkt op basis van de toename van onbeschermd blad. Aan de ene kant en aan de andere kant zijn er ook infectiekansen voor een schimmel. En op het moment dat samenkomt, dus de combinatie van onbeschermd blad met infectiekansen, dan komt er advies om te spuiten. Allereerst de toename van dat onbeschermde blad. Dat blad dat hangt af van de groei van nieuw blad. Op het moment dat gewas groeit, dan krijg je weer nieuw blad wat nog niet bespoten is, wat nog onbeschermd is. In de grafiek, zoals dat dan in ons systeem wordt getoond, dan loopt deze bovenste lijn op. Op deze as hieronder staan de verschillende datums. En naarmate de tijd verder komt, dan groeit het gewas en is er weer meer onbeschermd blad. Tegelijkertijd heb je ook dat een spuitmiddel wordt afgebroken na een bespuiting. En dat is dan de lijn aan de onderkant. De bescherming neemt af na verloop van tijd. En die twee samen, dat geeft dan weer nieuw blad wat onbeschermd is. Die groei, dat is afhankelijk van het type gewas, het ras. En de weersomstandigheden, is het groeizaam of niet. En waarnemingen die u invoert. Dus dat gewas, dat betekent, ons model, dat is niet alleen van toepassing voor aardappelen, maar ook voor andere gewassen zoals uien of bieten of wortelen bijvoorbeeld. Hier kom ik later ook nog op terug. De afbraak van het spuitmiddel, dat is afhankelijk van het type middel. Het ene middel breekt sneller af dan het andere. En dat is dan ook weer gekoppeld aan weersomstandigheden. Aan de andere kant hebben we dus de infectiekansen van schimmel. Die infectiekansen, dat zijn een optelsom van hoeveel sporen zijn er aanwezig en hoeveel nieuwe komen erbij. En de weersomstandigheden. Je kan wel heel veel schimmelsporen hebben, maar op het moment dat het gewoon hartstikke droog weer is, geen bladnat periodes zou ik maar zeggen, dan valt dat ook mee met die infectiekansen. Dus de combinatie van deze drie, die maakt dat, met aardappelen heb je het dan over echt Phytophthora weer, dat de infectie kan optreden. Dus zijn er inderdaad volgens ons model veel sporen en is er risico op infectie, dus is het blad nat, dan heb je een infectiekans.
Maar wat ook mee kan spelen is dat het loof bijvoorbeeld beschadigd is door hagel of storm. En op dat moment zijn er ook meer invalspoorten en is het gewas ook extra gevoelig. Nou, daar kunnen we eventueel rekening mee houden. En op het moment dat er een bespuiting wordt uitgevoerd, dus in dit plaatje is bijvoorbeeld hier bij de pijl een bespuiting uitgevoerd, ja, dan zijn er weer de sporen die aanwezig waren, worden op dat moment, die sterven af en is er even geen risico. In dit soort plaatjes dan is eigenlijk vooral die rode vlakken van belang. Hoe meer rood, hoe meer infectiekans. Nou, dus wanneer dat de infectiekansen en het onbeschermde blad samenkomen, dan krijg je advies om te spuiten. En in ons systeem dan kunnen we drie typen advies geven. Het advies om te spuiten met contactmiddelen, met translaminaire middelen of systemische middelen. En afhankelijk van het moment dat er een infectie kan hebben plaatsgevonden en ook hoe groot de ziektedruk, de ernst van de infectie was op dat moment, krijgt u verschillend advies. Zo'n contactmiddel dat werkt bijvoorbeeld wel wanneer u er op tijd bij bent. En sommige systemische middelen die kunnen dan achteraf nog weer de schade herstellen, nog een tijdje nadat er al ziekte in het gewas zit. Ja, dat moment van infectie, dat moet u een beetje als volgt zien. In ons systeem dan maken we eigenlijk onderscheid tussen vier verschillende momenten van infectie. We noemen dat dan fasen, fase A, B, C en D. En fase A, dat betreft een periode dat nog 2 dagen in de toekomst ligt. Dus als we verwachten dat er tussen vandaag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een infectie optreedt en tot 12 uur terug, dus tot vannacht 12 uur. Ja, als in die periode een infectie zou optreden, dan valt er een spoor van zo'n schimmel op het blad. En is er eigenlijk nog weinig aan de hand en is een bespuiting met een contactfungicide afdoende. Op het moment dat de inschatting is dat het al wat langer terug is, tot 2 dagen terug, dan is zo'n schimmel, die begint al wat te hechten aan het blad en is al een iets sterker middel noodzakelijk. Op het moment dat er al aanzienlijke doordringing in het blad is van de schimmel, dan moet je meer naar de systemische middelen en dat geldt dan voor een periode van zo'n 3 dagen terug. En wanneer nog verder in het verleden een infectie heeft plaatsgevonden, dan kun je vaak de infectie van dat moment niet meer ongedaan maken en dan ga je echt wel schade zien aan het gewas. Maar goed, wanneer dit in de praktijk voorkomt, dan heb je ook wel deze fases er allemaal naast in hetzelfde perceel. Dus dan kun je de zware infecties niet meer bestrijden, maar natuurlijk de rest wel. Dus dit zijn de verschillende fases, fase A, B, C en D. En dat geeft aan wanneer was dat moment van infectie en dus ook wat is het stadium van de schimmel op het moment dat u kijkt naar het advies. Behalve het moment van infectie kijken we dan ook naar de ernst. Want stel er is 3 dagen terug een infectie geweest, maar dat was maar een heel kleine kans op dat er iets aan de hand is, dan geeft dat nog niet zoveel. De ernst, dat moet u dan eigenlijk als volgt zien. Deze infectiekansen, we zien hier de rode vlakken. Dit geeft aan wanneer de omstandigheden waren dat Phytophthora of een andere schimmel kan optreden. En dan moet je zo zien, de datum van vandaag is waar deze streep zit met dat bolletje. En dan zien we hierboven weer die fasen die ik net noemde, fase A, B, C en D. En dan zien we daarnaast ook fase A+. En A+, dat is eigenlijk, dan is er nog geen infectie. Dat ligt ook 2 dagen in de toekomst. Maar op basis van de huidige weerverwachting, dan kijken we alvast wel zo ver vooruit. En maken we ook wel een inschatting van, na die 2 dagen of binnen 2 dagen, dan zou het wel kunnen dat er infectie of niet gaat optreden. En als we hier dan de bescherming van het blad naast zetten, dan krijgen we eigenlijk
hoe ernstig is het nou? Hoe groot is het risico eigenlijk dat er echt wat aan de hand is voor uw perceel? En als we dat zo stap voor stap bij langs lopen, dan kijken we hier bijvoorbeeld naar de D-fase. Ons model geeft in dit voorbeeld aan dat er 3 dagen terug toch wel een grote infectiekans was, een groot rood vlak. Maar tegelijkertijd was er weinig blad onbeschermd. En dan, als je dat samenvoegt, dan komen wij tot een getal van 130. Dat is een gemiddelde kans dat er wat mis is. Hieronder staat de kleurschaal. Alle getallen kleiner dan 50, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. En met oranje, dan is het overwegen waard om wel een bespuiting te doen. Dat is dan een beetje in combinatie met uw gevoel erbij op dat moment. En wanneer het rood is, dan is er over het algemeen echt wat aan de hand. Als we dan naar de C-fase kijken bij deze plaatjes, dan zien we dat er een kleine infectiekans was en dat er weinig onbeschermd blad is. Nou, dan komt het model ook tot oordeel, dat is groen, er is weinig aan de hand. Bij de B-fase, dus tot 2 dagen terug, is er eigenlijk ook weinig aan de hand. Ook een kleine infectiekans en weinig blad dat nog onbeschermd is. Dus ook groen. Nou, bij de A, dan zie je wel dat de bescherming afneemt. De grafiek waar die begon, dat was de laatste bespuiting. En na verloop van tijd dan groeit een nieuw blad bij en breekt het middel af. Dus de bescherming die neemt af. Maar tegelijkertijd was er in die periode geen risico op infecties. Het weer dat was gunstig. Dus ook dan een groen oordeel, niks aan de hand. En dan verder vooruit, dan is er wel een hele kleine infectiekans. Maar tegelijkertijd neemt dat onbeschermde blad ook steeds meer toe. En dan komt het model in dit geval weer tot een oranje oordeel. Nou, let op, hou het in de gaten. Er kan toch een bespuiting nodig zijn. Dat is eigenlijk hoe het moet zien als we er even in detail bij langs lopen. Nou, dat ziekteadvies, als we het dan weer samenvatten, dan heb je dus een advies dat aangeeft van wanneer was de risico op infectie. En dat moment, dat noemen wij onze fases D, C, B en A. En daar horen dus deze plaatjes bij. Via de computer geven we ook aan bij elke fase voor welke periode dat dan geldt. Dus in dit voorbeeld dan zou de D-fase gelden van 14 juli tot 17 juli. Dus als dat een infectie op dat moment heeft plaatsgevonden. Dus dat is aan de ene kant het moment. En aan de andere kant, hoe groot was er ook risico dat daadwerkelijk plaatsvindt op dat moment? Nou, in dit geval hebben we wat andere kleuren, maar als we hier zien, dan geeft hij alleen bij de A-fase, dus dat is eigenlijk op dit moment, tot 2 dagen vooruit, geeft hij wel een matig risico. En dan bij het zien van die letters A, B, C, D, dan moet u bij de A dit plaatje zien, dat er dus wel wat sporen al op het blad zouden kunnen liggen, maar dat ze nog niet door ingedrongen zijn of dat die schimmel nog niet echt groeit op de plant. Dus dat is wat hier nu staat. En in ons systeem dan wordt dat ook samengevat, want dit is al een vrij gedetailleerde weergave. Dan gaan we nou een beetje uitzoomen en hoe kunt u nou in één oogopslag zien of er wat aan de hand is of niet. Deze grafieken die zitten in het systeem. Zometeen laat ik nog zien waar u die kunt vinden. En deze grafieken, daarin zijn eigenlijk ook die verschillende fasen weer terug te zien. We zien hier het moment van vandaag, een gele balk. En daarin zit een oranje piek. Dus dat komt overeen met dit oordeel dat er wel iets aan de hand is, maar nog niet ernstig. En voor de een paar dagen terug was er eigenlijk niks aan de hand. Dat is allemaal groen. En ook voor de toekomst, voor de komende dagen, wordt er weer weinig risico voorspeld. En vervolgens, als we het systeem dit dan op de kaart zouden zien, dan wordt dit perceel oranje getoond. Dan kun je overwegen om actie te ondernemen. En dat betekent dan in dit geval dat er op dit moment wat schimmelsporen op het blad zouden kunnen liggen zonder dat ze al echt zijn ingedrongen en al echt beginnen te groeien.
Ja, en daarmee hebben we eigenlijk onder de motorkap het model bij langs gelopen. Dus aan de ene kant de groei van het onbeschermde blad, aan de andere kant de infectiekansen. En als we dan naar het dagelijks gebruik gaan, dan gaan we van onder de motorkap naar het dashboard waar u gewoon dagelijks mee aan de slag kunt. Ja, dat valt dan uiteen uit het invoeren van waarnemingen. Dan wissel ik even naar een ander scherm. We hebben op onze website tabellen staan om waarnemingen in te voeren. En deze link die ontvangt u ook nog wel na dit webinar. En die zat ook in de eerste mail, als het goed is, die u ontvangen heeft na de aanmelding. Voor verschillende gewassen hebben wij tabellen die gedurende het seizoen gebruikt kunnen worden om in te voeren wat is de stand van uw gewas, hoe hard groeit het, is er veel blad bijgegroeid of niet, en ook is er al ziekte aanwezig, dat soort zaken. Als we dan bijvoorbeeld voor aardappel kijken, zoom ik nog een beetje in. Daar kunt u bijvoorbeeld de stand van het gewas invullen, de gewasstand. En de waarde 0 tot 10, bij een waarde van 1, dat is eigenlijk opkomst van de aardappels in dit geval. En een stand van 7, dat is opstaand loof met 100% bedekking. Dus dan is het gewas gesloten en staat het nog mooi overeind. Op het moment dat het loof alweer wat begint in te zakken, dan krijg je een stand 8 of 9. Hetzelfde is ook de groei. Is er nou veel bijgegroeid of niet? En dit is vooral van belang voor. Is er nou weer veel blad onbeschermd? De laatste tijd hebben we echt onstuimig weer gehad op plekken. En als dan dat loof plat waait, dan wil het best dat er weer allemaal nieuwe stengels bijkomen. En dan groeit dat loof harder dan gemiddeld. En aan de andere kant, aan het eind van het seizoen of in hele warme periodes, dan is de groei vaak een stuk lager dan gemiddeld. En dan, als er geen loof bij komt, is bespuiting ook minder noodzakelijk. Zijn de ziektes zelf te beoordelen. Dus hier hebben we een tabel voor Alternaria. En op de volgende pagina een tabel bijvoorbeeld voor Phytophthora. Ook daar, hier staat de toelichting, een waarde van 1. Dat geeft aan dat er al wel een aantasting is gevonden in het gebied, maar nog op afstand. En heel extreem een waarde van 9 of 10, dan komt dat al echt serieus voor in uw eigen perceel. Er zit dan nog van alles tussenin. Dat over het invoeren van waarnemingen. Dus dit geeft eigenlijk handvat van hoe moeten die getallen zien. Er zijn een paar voorbeelden van in de presentatie. Dan ga ik even naar terug. Kijk, als u bijvoorbeeld hier de groei invoert en een groeiwaarneming van 10, dat betekent dat er eigenlijk in een week 20 centimeter loof is bijgegroeid. En dan neemt die dat onbeschermde blad neemt veel sneller toe dan wanneer de groei op een waarde van 1 wordt gescoord en er praktisch niks is bijgegroeid. Dus het verschil tussen deze twee grafieken, dat komt doordat er een waarneming is ingevoerd. En met die waarnemingen kunt u dus het advies nog specifieker maken voor uw eigen perceel. Stel nou dat u zegt, ja, al die waarnemingen, ik kom er even niet aan toe. Nou, dan werkt het model natuurlijk wel, alleen dan doen we gewoon een aanname. En dat is een gemiddelde groei. En bij die gemiddelde groei, dan krijgen we dit plaatje. Door het invoeren van waarnemingen wordt het advies nog wat nauwkeuriger, specifiek voor uw eigen perceel. Hetzelfde geldt ook voor extreem weer, dat is ook in te voeren. Stel nou dat u heel veel storm of hagel hebt gehad, dan raakt dat loof beschadigd en daarmee krijg je allemaal invalspoorten voor Phytophthora, voor andere schimmels. Dit bovenste plaatje is zonder hagel. Dan krijg je een constante toename van het loof. En op het moment dat hier op 25 juni een hagelbui is geweest met 30% schade, dan zien we hier in één keer dat onbeschermde loof omhoog schiet. En dan
Dan zal het model vervolgens ook eerder een advies geven om weer te spuiten. Ja, dat over het dagelijks gebruik van waarnemingen. Nou, dan gaan we nu ook wissel ik naar de website waar daadwerkelijk bespuitingen zijn in te voeren en kunnen we het ziekteadvies ook bekijken. Dan wissel ik naar dit tabblad. Dit zal u waarschijnlijk bekend voorkomen. Wanneer u inlogt bij Dacom, dan komt u terecht op het dashboard. Nou, de dashboard dat geeft ook voor het ziekteadvies direct aan van hoeveel percelen hebt u in welke categorie. In dit geval heb ik 4 percelen in totaal. En bij 1 perceel is er mogelijk na morgen besmettingsgevaar. Dus dan is er op dit moment niks aan de hand. Maar hou het wel in de gaten. Ander perceel is groen. Daar is op het moment gewoon geen actie nodig. Dat is nog voldoende beschermd en kan er even tegenaan. En dan hebben we nog een perceel waar direct actie nodig is. En een perceel waar je kan overwegen om wat te doen. Als ik hier nou op klik, dan gaan we door naar het ziekteadvies. In het menu zijn we versprongen naar ziekte. En dan zien we op de kaart percelen liggen. 4 percelen in dit geval. En ze hebben alle 4 een eigen kleur ook. Waarbij rood direct actie vraagt en groen niks aan de hand is. Op het moment dat u zegt van ja, ik heb weer een bespuiting uitgevoerd. Kijk, dus bijvoorbeeld dit rode perceel, die zegt nu, als ik dit open klik, krijg ik een grafiekje tevoorschijn en zegt hij, u moet een systemisch fungicide toepassen. Dat betekent dat er eigenlijk op dit moment al een serieuze Phytophthora aantasting is. Dat kunnen we hier ook zien bij meer. Dan komt deze tabel tevoorschijn die ik net ook in de presentatie liet zien. En dan zien we bij D dat er dus al meer dan 3 dagen terug groot risico was op infectie. Maar dat is aan zich niet meer te bestrijden. Maar ook fase C, waarbij de schimmel al wel een beetje begint te groeien in het blad, is gewoon een groot risico. Dat is rood. En dat er op dit moment sporen op het blad liggen, dat valt mee. Maar het is vooral een infectie die al een paar dagen terug heeft opgetreden. Dat is serieus aanwezig. Nou, als we nou zeggen we gaan op dit perceel een bespuiting invoeren, dan kunnen we direct zien wat dat ook weer doet met dit advies. Dan ga ik naar het tabblad registratie om een bespuiting in te voeren. Dan klik ik dit perceel aan en vervolgens het aanmaken van een registratie. Het perceel dat is dus al toegevoegd. Het tijdstip, dan gaan we even vanuit dat we nu op dit moment die bespuiting doen. Klik ik op gewas beschermen, voorveld spuiten en stel dat we op dit moment een bespuiting doen met Revus. Ik vul hem zo in met een dosering. Dan ziet u trouwens ook direct of dit in lijn is met het CTGB etiket. Als ik hierop klik, dan zien we wat de toelating is volgens het etiket en wat ik heb ingevoerd. Dit is in orde, groen vinkje. Ik bewaar deze bespuiting. En dan gaan we vervolgens terug naar het ziekteadvies. En nu is de rode kleur verdwenen, maar is het wel blauw. Dus dat wil zeggen dat er toch op termijn weer Phytophthora weer aankomt. En dat het goed is om wel te volgen wat er aan de hand is. Als ik hier op meer klik, dan zien we weer even een detail. De fase B, C en D die zijn al verdwenen, want ja, we hebben op dit moment een bespuiting gedaan. En vanaf dat moment is eigenlijk het gewas weer beschermd. En de infecties die eventueel in het verleden dus al wel hebben opgetreden, die worden niet meer getoond omdat er al gespoot is nadien. Als ik naar beneden scroll, dan zien we hier de ontwikkeling van die infectiekansen vanaf het moment van de laatste bespuiting. De toename weer van het onbeschermde loof,
En hier zien we ook die infectiekansen wat meer toegelicht. En we zien hier ook nog een spuitplanner. Dus dit geeft aan wanneer zijn de omstandigheden gunstig om een schimmelbespuiting uit te voeren. Dus dit gaat er vanuit wanneer zijn de omstandigheden gunstig dat die dat het middel goed hecht aan het blad en dat het even goed kan aandrogen voordat er weer regen of iets dergelijks komt. Als we nou ook het advies van een ander perceel bekijken, bijvoorbeeld deze is groen, kunnen we ook zien waarom is bij dit perceel nou geen actie nodig en bij deze wel, terwijl we net vandaag al een bespuiting hebben gedaan. Als we hierop klikken en dan meer doen, dan wordt hier in dit overzicht wordt ook getoond waarmee de laatste bespuiting is uitgevoerd. In dit geval met een spuiting met Zorvec. Nou, dat is een middel die een wat langere werking heeft en waardoor het blad nog langer beschermd is. En als we dan deze grafiek bekijken, dan zien we dat er ook in de komende dagen praktisch geen toename is van onbeschermd blad. Dit middel dat heeft een langere duurwerking en daarmee duurt het dus ook langer voordat het systeem weer aangeeft dat u zou moeten spuiten. Nou, dat is een van de grote voordelen van het systeem van Dacon, omdat wij rekening houden met het type middel dat gespoten is en hoe snel een nieuwe bespuiting weer nodig zou zijn. Want verder zijn de infectiekansen die dit model weergeeft niet anders, maar het is in die zin nou puur dat dankzij zo'n zorgwerkbespuiting het gewas langer beschermd is. Voorlopig hier geen infectie, geen risico is. Nou, bij dit perceel zien we dat het oranje is. Als ik dit dan openklik, ja, dan zien we hier eigenlijk ook deze grafiek weer terugkomen. En om dat even te herhalen, hier zien we verticale stippellijnen. En die geven weer die fasen aan. Tussen deze stippellijnen bij deze balk is, dit is vandaag met dan fase A hieromheen. En daarbij nou, zien we dat we morgen of overmorgen de omstandigheden toch weer wat meer risico krijgen. Het risico dat er op dit moment of dat er gisteren, eergisteren infectie is geweest, dat is eigenlijk niet aan de hand. Maar het is vooral dat er weer naar de toekomst toe weer infectie kan optreden. Op het moment dat ik hierop meer klik, dan zien we dat ook bij A+. Dus vanaf 2 dagen en dan nog verder vooruit, dan zien we dat er weer risico is. Dan onder ernst is het rood. Nou, de waarnemingen die u hebt ingevoerd, die worden hier ook getoond. Dus de groei, de gewasstand op basis van die waarnemingstabel. Op het moment dat u hagel- of stormschade invoert of een hele extreme bui, dan wordt daar ook rekening mee gehouden. Dus stel dat u een hele extreme bui hebt gehad kort na een bespuiting, dan kunt u dat ook invoeren. En dan wordt de afbraak van dat middel sneller gesimuleerd, waardoor deze onderste lijn sneller naar beneden gaat en daarmee het blad ook weer minder beschermd is. Eigenlijk is deze ziektepagina, hebben we de belangrijkste zaken gehad. Dan ga ik even terug naar de presentatie. Dan hebben we het invoeren van een bespuiting en dat inzien van het ziekteadvies op zich belangsgelopen. Dan hebben we ook het jaaradvies. Het jaaradvies is een knop, wanneer u op het perceel doorklikt, dan komt u bij het jaaradvies. En dat is bedoeld als evaluatie achteraf en dat kunt u aan het eind van het jaar doen, maar ook gedurende het seizoen om eens even een gevoel te krijgen bij hoe heb ik mijn bespuitingen uitgevoerd en wat zegt het adviessysteem ervan. En dan geeft hij aan van, hebt u infectiekansen gemist of zijn er aan de andere kant bespuitingen onnodig uitgevoerd. Als ik dat er ook even bij pak, voor één perceel, dan klik ik dus open. Dan klikken we op meer en dan vervolgens hebben we hier de knop met jaaradvies.
Nou, dan haalt hij dat op. Dan krijgen we in eerste instantie een hele tabel met belangrijke momenten. Dit oogje, dat zijn de waarnemingen die zijn ingevoerd. Dus op 15 mei is in dit geval een opkomst van 100% ingevoerd blijkbaar. Ook de bespuitingen die zijn uitgevoerd. En dan per bespuiting geeft hij aan van ja, bijvoorbeeld bij deze bespuiting curatief was overbodig. Op dat moment was er geen infectie of risico dat er in het verleden iets aan de hand was. Maar voor preventief was het wel in orde. Vervolgens geeft hij van infectiekansen aan van ja, is daar tegen opgetreden. Dus vanaf eind mei zijn er een paar kleine infectiekansen niet bestreden. Ook grote infectiekansen, nou ja, zo kunt u dit allemaal lezen. Per bespuiting geeft hij aan of het nuttig was om dat middel in te zetten. In combinatie met waarneming en dergelijke. Hieronder kunt u dat ook in de grafieken zien. Dat is soms nog wel minst zo inzichtelijk wellicht. Deze bovenste grafiek geeft aan wat de infectiekansen waren over het hele seizoen. En deze oranje balk die ik nu zo verschuif, dat is dan hoe wordt ingezoomd in de grafieken die eronder staan. En u kunt ook zo het hele seizoen tonen door dit zo helemaal opzij te slepen. Wat we dan zien is dus weer de toename van de groei en afbraak van middel. En we zien hier een donkergroene balk. Vlak voordat het onbeschermde deel weer helemaal terug naar nul wordt gezet. Op dit moment is een bespuiting uitgevoerd. En die bespuiting die zorgt ervoor dat alle blad weer beschermd is. En dit groene, dat geeft ook aan dat hij ook nog een stukje terugpakt. Dat wanneer in die dagen daarvoor een echte infectie was, dat hij die ook heeft bestreden. En als we dan die grafiek hieronder zien, dan zien we dat hier ook een grote rode vlek zit. Dus die bespuiting is nou, net daarna uitgevoerd en toch is dit weer bestreden doordat dat middel zo het heeft teruggepakt. Dit middel bijvoorbeeld is een ander middel geweest. Ja, die doet dat in veel mindere mate. Dus zo kunt u terugzien waar grote infectierisico's waren en hoe de bescherming van het gewas op dat moment was. Dus dat is het jaaradvies. Dus misschien als het nog wat snel ging, u zit op de ziektepagina. U kunt van het perceel meer informatie tonen. En vervolgens kunt u vanaf hier doorklikken naar het jaaradvies. Nou, dat over het jaaradvies. Dan komen we nu bij nog een paar praktische tips. Wanneer u aan het begin van het seizoen uw percelen aanmaakt binnen Dacom, dan wordt gevraagd om een gewas en een ras ook in te voeren voor elk perceel. En daarbij moet u eraan denken, gebruik alleen gewas en rasnamen die voorkomen in het systeem. Kijk, ik heb hier twee voorbeelden naast elkaar staan. Hier rechts is gewoon consumptieaardappel. En hier rechts is het gewas lekkerste aardappel met tussen haakjes staat de eigen bij. Dat wil zeggen dat dit een eigen aangemaakt gewas is. En wanneer dat een eigen door u bedacht gewas is, zou ik maar zeggen, dan weten wij niet wat voor ziekteadvies erbij hoort. En dan werkt dat ziekteadvies niet. Dus dit is goed en dit niet. Nou, een andere tip is het werken met groepen. Dat is handig wanneer u met veel percelen werkt. U kunt dan verschillende percelen in één groep gooien en dan bij het ziekteadvies tonen wij het advies van al die percelen in één groep. Het slechtste advies binnen die groep wordt in eerste instantie getoond. Dus in dit voorbeeld hier rechts, dan is op groepen geklikt bij de gewasbecelenpagina. En dan hebben we perceel aardappel 3, daar is het advies om een bespuiting te doen en bij perceel aardappel 4 is dat nog niet nodig. En toch heeft hij voor deze groep dus wel het advies spuiten. Nou, die groepen die zijn behalve voor het ziekteadvies ook handig bij het registreren van meerdere percelen tegelijk. Dus als u altijd een rondje rijdt langs meerdere percelen met de spuit, dan kunt u met zo'n groep met één druk op de knop voor al die percelen tegelijk op de computer registreren. En het aanmaken van groepen dat kan via de registratiepagina.
ja, wanneer je nou na dit webinar zoiets heeft van ja, ik kom er nog niet helemaal uit, dan kunnen we ook altijd contact opnemen met onze klantenservice en dan helpen we u verder. Een andere praktische tip, het invoeren achteraf. Toch vaak de praktijk dat nadat een bespuiting is geweest, dat dan achteraf wordt ingevoerd wat er precies gespoten is. En selecteer dan wel de juiste datum en tijd dat die bespuiting is uitgevoerd. Want het advies dat valt of staat met de juiste registratie. En ook een waarneming of een bespuiting, wanneer daar de verkeerde datum aan hangt, dan kan dat vreemde adviezen veroorzaken, zou ik maar zeggen. Dus op zich een open deur, maar de juiste datum en tijd. Nou, dan hebben we ook mobiele apps. Wat ik nou allemaal getoond heb, dat is het gebruik van ziekteadvies op de computer. Nou hebben we daar ook een app voor. En dat wijst eigenlijk zichzelf heel veel. Lijkt ook op hoe de computer eruit ziet. Alleen dan hebt u het altijd op zak. En het voordeel is ook dat u vanuit die app direct een bespuiting of een waarneming kunt invoeren. Dus dat u altijd dat advies bij de hand hebt. Dus naast dat wij een advies hebben voor, of een app hebben voor het ziektemanagement, hebben we ook een app voor teeltregistratie. Daar kunt u behalve een bespuiting ook alle andere zaken invoeren die u uitvoert in het veld. Maar onze ziektemanagement app die is echt toegespitst op dit ziekteadvies. En dan tenslotte hebben we meerdere ziektemodellen beschikbaar. En u kunt dat instellen via de configuratiepagina. Dus wanneer u in het menu zit bij ziekte, dan hebt u rechtsboven de knop met instellingen. En dan kunt u kiezen welke adviezen u wilt selecteren. We kunnen dat nog even langslopen. Dus als ik hier weer in het menu klik op ziekte, dan krijgen we rechtsboven de knop met instellingen. En dan zien we hier een hele lijst aan gewassen. En binnen die gewassen, als we dan bijvoorbeeld ook voor eikenbladsla advies willen, dan kunnen we aanklikken of u voor bremia advies wilt of sclerotinia. Nou is dat niet echt een veelgebruikte akkerbouwgewas, maar bijvoorbeeld ook suikerbieten, die zal onderaan staan. Suikerbiet. Dan hebben we ook advies voor Cercospora of Ramularia. Zo hebben we ook advies voor uien. Daar zit een lijstje bij. Dit zijn allemaal de Latijnse namen. U kunt aanvinken voor welk gewas u ook advies wil. En op het moment dat we dit opslaan en we gaan nu weer naar de ziektepagina. En u hebt een uienperceel in uw bouwplan, dan komen die adviezen ook tevoorschijn. Dan waren dat de belangrijkste zaken die we vanmiddag met u bij langs zouden lopen. Hier zien we nog in één overzicht voor welke gewassen er allemaal adviezen beschikbaar zijn. Maar goed, dit kunt u ook via de pagina van de instellingen vinden. Ik zie dat er op dit moment verder geen vragen zijn binnengekomen. Dan wil ik u hartelijk danken voor de aandacht. Ik hoop dat het wat extra inzicht geeft in het gebruik van ons systeem. En neem gerust contact op voor wat aanvullende vragen. Succes verder met de ziektebestrijding dit seizoen en hoop op een goede oogst. Bedankt en tot ziens.